Ik ben hier in het midden van ons prachtige land op een even zo mooie camping waar ik deze zomer bijzondere gasten ga ontmoeten met bijzondere verhalen. Gesprekken met een lach en een traan bij mijn tent. Vandaar de titel, Tim's Tent. Vandaag in mijn tent, Yannick van der Velde en Tom van Kanthout, beter bekend als Roentvonk. Het schijnt dat ze een open platonische relatie hebben en dat ze alles samen doen. Maar wat doen ze niet samen? Hoi! Hey. Hey. Hallo! Hallo! Hoi! 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 Wauw! Jongens, wat doen jullie niet samen? Want jullie doen alles samen, toch? Ja. Ja. Wat doen we niet samen? Nee. Jouw moeder niet? Die doe ik alleen. Ja. En verder? Nee, sorry. Ja. Alles? Alles. Ja. We slapen niet samen. Mijn dingen, ja. Nou, dat doen we ook wel eens. Ook maar dan niet zeg maar, op een manier waarop jij wel eens samen slaapt met andere vrienden. Maar. Wat doe je dan? Wat bedoel je daar precies mee? Dat is een soort van dat je dan heel erg gaat knuffelen. Ik ga je lieve dingen zeggen. Zonder onderbroek. Ja. 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 Dat doen we niet. Ja, dat doe ik wel eens. Maar verder heel veel, ja. Oké. Okay. Ja. Ja. Hebben jullie zin om een dagje met mij te kamperen? Heel erg. Ik heb een verrassing, we moeten nu eigenlijk gelijk naar de supermarkt, want die gaat om 12 uur dicht. Oh, 's middags. Oké. We gaan, ja. Ja. Wat een goede verrassing. Oh, ja. Ja. Leuk, hè? Vind ik echt heel vet. Dit is jullie dag. Oh, jee! Zak! Heel goed. Welkom, welkom op de camping. Dankjewel. Kom, jongens. Yes. Yay! Welkom in de camping supermarkt. Ja. Eigenlijk wel gek om nu al meteen boodschappen te gaan doen, terwijl we elkaar eigenlijk nog helemaal niet kennen. Ja. Voelt toch, maar ik denk dat je elkaar ook wel weer goed leert kennen tijdens het boodschappen doen. Ja, precies. Want wat vinden jullie lekker? Dit niet. Tapas, kijk, dit is prima. Tapas. Olijfjes, worstjes. Dit soort dingetjes. Ja. We moeten een kleine hapje. We moeten, oh, aioli, we gaan lekker meuren. Laten we die zak gewoon nemen. Neem deze zak. Hier hebben we nog happen. Is dit hoe het dan meestal gaat, zeg maar? Dat we? Dat hij kiest wat jij eet? Ja, maar ik ga ervan uit dat jij dit Ja, maar het is vaak ook wel dat we hetzelfde wel weer... Ja? We hebben heel vaak in restaurant dat we hetzelfde bestellen. Ja? Dat hebben we vrij vaak, ja. Een wijntje, Tom. Wat denk je daar? Ja, dat zat ik net lekker misschien daar iets... Kijk. Wat willen we hebben? Oh, deze is volgens mij wel oké. Ja, we gaan geen sauvignon drinken. Oh, sorry. Oh. Dan nemen we dit. Tom, waarom dan geen sauvignon en wel een vette chardonnay? Ja, niet geen sauvignon lust. Omdat sauvignon fucking goor is. Je lust? Geen hij lust niet. Jij vindt het ook niet zo lekker. Deze is best wel cute. Hier, als wij met z'n drieën een zonnebrilletje kopen, dan kunnen we echt swaggy over het trein. Ja, dit is heel cute. Hallo. 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 Dit zijn ze. Dag mevrouw. Dit is Roentvonk. Kent u ze? Je kent het, ja. Roentvonk? Ja. Ja. Oh, twee personen. Ja, twee personen. Twee personen, jawohl. En jullie maken cabaret? Ja. 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 Maar ze zijn gewoon Nederlands, hoor. Ja, voor ouderen of alleen voor jongeren? Het is eigenlijk wel echt heel erg meer voor jongeren. Ja. En heb je daar een opleiding voor gehad? Ja. Ja. Hm? Ja. Kunstacademie of zo? Of? De Kleinkunstacademie. Oh. Ja, jawel. Oh. Ja, taxi. Ja. Ja? Oh, dat is echt... Dat is echt heel lekker. Mm. Hè. Zo. Want hebben we het zo goed, hè? Hè. Is dit het onderdeel van het programma dat je een hele lange stilte laat vallen? Hoe is het eigenlijk om Roentvonk te zijn? Ja, dat is leuk. Ja. Ja? Ja, dat is fucking leuk. Roentvonk is eigenlijk, dat is jullie afstudeervoorstelling, heette Roentvonk, toch? Ja, wij zelf noemden ons op school Roentvonk. Ja? En toen heette onze voorstelling Roentvonk, met een vraagteken. En toen gingen we daarna als Roentvonk met Roentvonk het land door. En toen dachten we, we gaan een tv-serie maken, die noemen we Roentvonk. En nu gaan zonder we... vraagteken. Zonder vraagteken. En nu gaan we theater in en wij zelf heten nog steeds Roentvonk. Ja. Maar de voorstelling heet Wachstumsschmerzen. Wachstumsschmerzen. Groeipijnen, toch? Groeipijn in het Duits, ja. Hoe zou je dan jullie humor, of de humor van Roentvonk eigenlijk kunnen omschrijven? Want er zijn mensen die vinden dat heel grof. Neem aan dat je dan bedoelt als wij een scène doen waarin een gymleraar denkt dat een donker jongetje een aap is. Dan doen wij niet
dan is het totaal niet de bedoeling van die scène. Ha, kijk het donkere jongetje. Maar dat komt dan voort uit onze fascinatie dat dan in voetbalstadions apengeluiden worden gemaakt naar donkere spelers, worden bananen gegooid. Dan denk je, wat voor een absolute debielen zijn dit? En dan dachten wij van ja, het is wel, hoe raar, is het wel interessant om te kijken, wat zou je nou doen als een persoon echt denkt dat dat zo is? En daar dan een soort hele weirde scène van maken. Maar op die sketch met dat donkere jongetje, dan hebben jullie heel veel kritiek gehad, toch? Dat valt ook wel mee. Dat valt wel mee. Ja? Ja. Ja. Oké. Okay. Op de sketch met het donkere jongetje hebben jullie niet zoveel kritiek gehad, toch? Nee, klopt. Dat klopt. Maar stel nou dat je dan, zeg maar, dus een donker iemand bent op de middelbare school en iedereen kijkt naar Rundfunk. Is dat dan, ja, nou ja, dan is het dan nog steeds grappig? Dan ga ik uit van dat de mensen die naar Rundfunk kijken ironie begrijpen en snappen dat er een verschil is tussen of je in een scène voor lul wordt gezet. Zoals in de scène wordt het donkere jongetje voor lul gezet. Maar ik neem aan dat iedereen die er naar kijkt snapt dat de soort het drone shot boven de scène, als het ware, als je inzoomt op die scène, iedereen snapt dat die gymleraar de totale idioot is van die scène. Denk je niet dat je mensen een beetje te hoog inschat wat dat betreft? Dat je, zegt, ik ga ervan uit ironie begrijpen. De helft van de wereld snapt ironie niet. Nee, maar daar heb ik echt geen boodschap aan. Dat bedoel ik dan niet arrogant, maar je gaat dan toch niet iets maken om... Als je iets gaat maken waarvan je denkt, nou, dit moet iedereen te begrijpen, voor iedereen te begrijpen zijn, dan moet je de Teletubbies of zo gaan maken. Maar als je iets wil maken wat jij vet of interessant vindt, kan je niet de hele dag gaan denken, gaan mensen dit wel snappen? Kijk, je moet wel bedenken, is het interessant, gaat het grappig kunnen zijn? Snappen mensen wat we hiermee enigszins willen vertellen? Maar als je dat te ver doorvoert, dan kun je op een gegeven moment niet eens meer een woord met drie lettergrepen gaan gebruiken. Want er zijn ergens wel een paar intiltkinderen die dat niet snappen. Sorry aan alle intiltkinderen die niet zitten te kijken. Dit programma is intiltkinderen vriendelijk. Ja. Maar wat is het dan? Wat zien jullie dan in elkaar? Kijk, dit wordt dan heel gauw, wordt het heel sentimenteel of zo. Maar het is gewoon zo, ja. Nou, als je allebei hetzelfde gewoon. We snappen elkaar. Ja. Dus en we beamen elkaar. Ja. Dus we op het moment dat. Ja, dus zeker als je iets aan het maken bent, dan is het gewoon heel fijn als je. Op het moment dat je iets. Bijvoorbeeld als ik een grap bedenk en hij zegt nee, dat is niet grappig. Dat ik dan niet denk. Nee, ja, ik ga mijn grap wel grappig vinden. Maar dat ik gewoon denk, oh nee, dan is het gewoon blijkbaar niet grappig. We zijn ook echt beter samen dan los van elkaar. Ik ken niemand met het brein dat Tom heeft. Wederom wordt het een sentimenteel verhaal. Maar zo verbaasd dat iemand zo grappig kan zijn. Dus als je onze vriendschap zou moeten in kaart moeten brengen, dan denk ik dat van alle lachen 90% mijn lach is om iets van Tom. En de andere 10% heb ik iets grappigs gezegd. Maar het is gewoon, ja... Tom denkt weer echt in hoeken en gaten van niet wist dat je zo kon denken. Mm. Wat ik heel erg leuk vind. Vind je het al grappig? Vind je het nu al grappig? Dit? Vind je, ja? Ik vind het een beetje sentimenteel. Ja. Ja. Maar misschien wordt het grappig als je een soort sentimenteel muziekje overheen... Ja. Klassieke muziek misschien. Ja. En drone shot van een camping. Wat een goed idee. Ja. Yes! Yeah. Yes. Yes. Het spel ooit. Jullie hebben er echt zin in, hè? Ja, ik vind het super vet. Keurig, wow. Tom. Keurig. Kijk niet eens, wat willen ze gaan doen? Hallo. Hey, mijn bril is stuk gegaan. Nee, kindjes in Bangladesh, niet goed gemaakt. Niet goed gemaakt. Poti poti los. Nou. Nu hebben we genoeg oefen geslagen, nu moet je echt staan, hoor. Hey. Ja. Hoe kijken jullie eigenlijk naar nu, naar de tijd waarin we leven? Wow, dit is denk ik de meest serieuze vraag die ooit gesteld is op een midgetgolfbaan. Nee, maar jullie hebben allemaal meningen en grapjes en zo, dan is dit toch wel best wel een tijd om meningen en grapjes te hebben. Ja, ook weer niet, want dit is ook de tijd waarin iedereen werkbaar om alles beledigd is. Omdat iedereen alleen maar in zijn eigen Facebook-bubbeltje leeft en alleen maar zijn eigen nieuws krijgt, alleen maar zijn eigen mening hoort.
Dus het is ook de tijd dat je bij wat je ook zegt, mensen zeggen, ik ben zo beledigd. En dat ze dan ook nog denken dat dat heel interessant is om heel beledigd te zijn. Je zegt net al, Facebook, bubbel. Hoe kijken jullie zeg maar daarnaar, naar een soort van Kim Kardashian? Kim, dat, ja, ik vind dat echt belachelijk. Ik vind dat super kut. Ja? Ja, ik heb zelf, ja, jij hebt het ook toch? Jij hebt helemaal geen sociale media. Ik heb alleen nog Facebook. Nee, ik had Facebook en dan heb ik nu niet meer. Nee. Ja, ik vind het onbegrijpelijk dat iedereen maar de hele tijd bezig is met zorgen dat andere mensen alleen maar laten zien hoe leuk hun leven is. En de hele tijd willen likes. Ik begrijp die behoefte niet of zo. Dat ik dan nu hier zou staan en denk, oh ja, ik ga nu een foto maken met jou. Want dan kan iedereen zien hoe cool ik ben, want ik ben met jou of zo. Dat vind ik heel irritant. God, gloeiende kakding. Hij ging hier toch uit? Of niet? Bij hem ging hij er ook steeds daar uit. Ja, maar je kan dat toch niet halverwege leggen? Ja, jij kent de regels blijkbaar beter. Nee. Maar het is toch gewoon waar die eruit gaat, die erin. Alleen bij die kan je hem niet halverwege leggen, want dan ben je voorbij de... Ja, nee, oké. Nee, kijk maar. Dan begin ik opnieuw, Tom. Ik weet niet wat de regels zijn. Nee, ik dacht dat hij dat mag leggen waar hij eruit gaat. Maar ja, als je zo wil winnen van me... Maar maakt niet uit, vriend. Wilden jullie vroeger ook beroemd worden? Nee. Nee, dat wil ik nog steeds eigenlijk niet zo. Nee? Nee. Maar je hebt het ook een beetje nodig. Ja, dat is dus een beetje, ja, je moet... Dat, ja. Is dat kut? Tuurlijk hebben we het nodig, want het is voor ons ook wel belangrijk om te vertellen dat de speellijst voor onze nieuwe voorstelling te vinden is op www.roenvoen.sexy. Maar dat we gewoon 2 jaar lang het land door gaan toeren vanaf 5 september tot en met... En dat je niet wil dat de zalen leeg zijn. Nee, ja. Tuurlijk. Nee, dus dat is ook zo, maar dus daarom moet je dingen uitkiezen die je leuk vindt. Ja. Maar je moet gewoon, ja... Het lijkt mij super vermoeiend om de hele dag bezig te moeten zijn met het feit... Dat is volgens mij, als je heel bekend bent... Dan is dat continu een ding in je leven. En volgens mij ga je een soort baan. Ja, en dan ga je volgens mij op een gegeven moment ook denken dat je interessanter bent dan je bent. Tyfus. Tuurlijk. Ja. Het schijnt ook dat de kans groter is dat er ergens heel ver weg nog een Yannick van der Velde is. Exact, dit gesprek aan het voeren. Ja. Kans groter is dan? Dan niet. Nee. Wat zouden jullie tegen... Wat zou jij tegen Tom willen zeggen? Ik zou hem misschien wel neuken in mezelf. Ja, en hoe zou dat dan gaan? Nou, ik zou willen weten hoe ik neuk. Zelf. Dus misschien dat ik, je zou jezelf neuken? Ik zou misschien mezelf... Ja, maar misschien zou ik mezelf laten pijpen. Nee, maar luister. Maar je snapt het niet. Dan neuk je jezelf. Nee, ik zou maar dan je andere zelf... Ben jij niet? Dus je... Boeien, dat is gewoon de andere zelf. Maar die andere zelf gaat dan weer naar zijn eigen planeet en die weet dan hoe het is om door jou geneukt te worden. Maar die gaat dan... Ja, die moet lekker zijn leven daar gaan leiden. Ik weet het gewoon. Nee, je weet hoe het is om jezelf te neuken, maar je weet niet eens hoe je jezelf... Nee, ik zou laten pijpen, denk ik. Ik zou willen weten hoe ik pijp. Oh. Maar, weet je wat zo grappig is? Dat waarschijnlijk Tom aan de andere kant van de multiverse, die zit nu ook te zeggen dat hij jou wil pijpen. Ja. En dan heb je een heel mooi standje voor. Ik denk wel dat het iets wordt tussen jou en Tom. Dat denk ik ook wel, ja. Toch wel jammer dat je dan eigenlijk een hele filosofische vraag stelt en jij dan met dit antwoord. Dat dit het is eigenlijk, het maximaal haalbare. Joh. Ik heb het geprobeerd. Ja. Nog een keer. Ga door. Ah, kut. Vinden jullie het leuk om volwassen te zijn? Ik kan soms niet geloven dat je dan nu gewoon geld verdient en uit eten kan gaan en dan ga je naar huis. En dat is gewoon, ja, dat betaal je dan zelf. Dat vind ik dan ineens... Ja. Soms vind ik dat dan ook heel raar dat echt zo werkt. Ik heb een periode gehad dat ik denk ik 4 à 5 dagen per week uit eten ging. En daarvan was wel 3 keer met jou of zo. Maar dan zitten jullie daar. Ja. Ja. En wat, waar praten jullie dan over? Ja, waar praat je over? Ja, gewoon. We zijn vrienden over alles. Het gaat gewoon heel veel over voetbal. Ja. Dat is wel echt, gaat heel veel over voetbal. Maar jullie hebben allebei een relatie, toch? Ja. Ja. Praat je dan ook over... Niet van, echt. Nee, het gaat. Ik denk het maximale een beetje is zo van. Hoe is het nu met Gentle? Ja, het gaat goed. Ja, ze is heel druk, maar ja, het is wel heel leuk. Oh, en ben je nog blij? Ja, fucking blij, fucking leuk. Oké. Heb je Ice gezien gisteren? Ja. Dat. Huh? Nou ja. Ja, ja, maar jij kan denkt toch... ook dat zo'n wijfding. Wat denk ik nou? Je weet helemaal niet wat ik denk. Nee, maar jij praat zeker ook heel veel over jongens met je vrienden. Nee, niet over jongens, maar als ik een relatie zou hebben, dan zou ik toch... En ik heb een vriend die heeft ook een relatie, dan praat je toch... Maar waarom? Jij reageert een soort van alsof wij helemaal gek zijn dat we niet, als we uit eten gaan,
eventjes onze relatie even helemaal gaan doorspreken. Ja, dat hoeft toch niet iedere keer. Oké, maar dat is dus iets waar jullie niet over praten. Jawel, maar niet. Maar kijk, niet de hele tijd. Niet als je uit eten bent. Jawel, maar luister, het gaat meer zo. Kijk, oké, stel je nou voor, als het dan met Tom's relatie niet goed zou gaan en met die van mij, dan zullen we het er vast over hebben. Maar aangezien het allebei gewoon hartstikke leuk is en goed gaat, ja, dan ga ik niet elke keer als ik Tom zie tot in detail bespreken. Dit is superleuk, dat is leuk, dat is leuk. Nou, wat ik wel heel even lastig vond was laatst dat en dat. Maar ja, daar heb ik niet de behoefte aan, omdat ik gewoon heel gelukkig ben nu. We zien elkaar ook wel 4-5 dagen in de week. Ja. Dus dan, ja, is het veel interessanter om het over voetbal te hebben. Voetbal te hebben. Want dat is, gisteren was er weer een wedstrijd of zo. Nee, maar van de bal. Nee, de maatschappij of de wereld, wilde ik zeggen. Het was eigenlijk voetbal. Goed, hè? Dat is goed, dat dacht ik al. Nou, jongens. Ah, wat vinden we dan? Stel nou dat ik over 10 jaar nog steeds hier op de camping zit. Ja. En dat jullie dan weer langskomen. Wat hebben jullie dan allemaal meegemaakt? Bereikt? Nou, gezien. Geroken. Waar zijn jullie geweest? We hebben musical gemaakt. Wat hebben jullie gedaan? Waar dromen jullie dan nog van? We hebben een musical gemaakt tegen die tijd. En een rapalbum en een opera. En een film. En een film sowieso. Maar eigenlijk is het dus, Rundfunk is dan toch het merk. Kan alles zijn. En dat kan dan alles zijn eigenlijk. Ja. Zolang wij er maar aan verbonden zijn. Ja. Het is niet zoals met K3 dat op een gegeven moment Rundfunk dan met twee andere jongens of de buitendienst. Dat zou wel vet zijn dat het gewoon overdragen twee andere gasten die ook die naam mogen hebben. Nee, ik ben wel van plan om heel lang met Tom samen te blijven werken, ja. We werken, ik hoop dat we in ieder geval over 10 jaar nog samen werken. Tuurlijk, Tommetje. Ja. Tot over 10 jaar. Kunnen we beter. Ja, nee, kom op. Proost. En dan vraag jij waar proosten we op. Doe jij dat? Nou, proost. Ja, maar waar proosten we op? Dat we hier over 10 jaar ook weer zitten met z'n drieën. En dat we dan eens even heel erg gaan evalueren of het allemaal is gelukt in het leven. Wow. Oké, zin in. Blijven kijken dan. Wat? Het is zo verlangend kijken. En hoe was jouw weekend? Vond je dit nou hartstikke leuk om naar te kijken? Abonneer je dan op het YouTube-kanaal van de VPRO. Abonneer je dan op het YouTube-kanaal van de VPRO. Of tik gewoon op de afspeellijst van Tim Stenklik. Klik. 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 Klik.